En je ziet het heel duidelijk. Allemaal herfstbladeren in het bos. En er zit ook eigenlijk geen blad meer aan de bomen. We hebben een soort van rare berg in het bos ontdekt. En nu heb ik mijn oude GPS bij me. En die zegt dat hier ergens, en dat is misschien wel 8 jaar geleden, een soort van ondergronds luik ergens moet zitten. Hier ergens in het bos. En die gaan wij nou zoeken, maar we weten per god niet waar die is. Ik weet wel dat die hier ergens moet zijn. En mij benieuwen of dat we hem kunnen vinden. Hé, hey, die plek daar. Zie je dat? Wat is dat daar? Daar zit wat, of niet? Ja. Het is van steen gemaakt, of niet? Wauw, jongens, kijk. We hebben een object gevonden. Midden in het bos. Vlakbij een soort van berg. Wat van steen gemaakt is. Dit hebben we tot nu toe volgens mij nog niet gezien. En het is niet die ondergrondse kelder. Het is een ander. Ja. Kijk, hier liggen ouderwetse stenen. En dit is het. Het is midden in het bos. Kijk, hoe ver je kijkt, allemaal bos hieromheen. En wat het is, weet ik niet. Je kan erop staan. En er zit een soort van klein luik op. Met een slot. En het is hol van binnen. Dat kun je ook heel goed horen. Nou gaan we eventjes de GPS pakken. Want wij willen hier heel graag de coördinaat van hebben. Van dit mysterieuze ding. Midden in het bos. Zo ziet het eruit.